Zoals vrijdag al in het TV Dordrecht nieuws te zien was, zorgen economische onzekere tijden en het afschaffen van de koopsubsidie voor starters ervoor dat de makelaars in Dordrecht het niet makkelijk hebben. Bogeman Makelaars probeert daarom kopers tegemoet te komen met een zelfbedacht uniek concept, de website ImmoSpot. De website is bedoeld voor de consument die wil verhuizen of wil kijken waar ze in de toekomst zouden willen wonen. En de website is bedoeld om als je eigen huis hebt, om te bekijken, nou, zijn er überhaupt mensen geïnteresseerd om te wonen in mijn straat, buurt of zelfs huis. Op de site vul je je postcode of straatnaam in en je ziet op het scherm verschijnen hoeveel mensen hebben aangegeven interesse te hebben in jouw buurt. Daarnaast kun je ook zoeken op de straat waar je zelf ooit zou willen wonen. Heb je daadwerkelijk interesse, dan maak je een account aan. De resultaat dusver is dat er enkele honderden mensen al gekeken hebben. Er hebben rond de 100 mensen een account aangemaakt. En concreet heeft dat ons 4 aanvragen voor inverkoopname opgeleverd tot nu toe. Via sociale netwerken en andere kanalen wordt er volop reclame gemaakt voor ImmoSpot. Om op deze manier een stukje onzekerheid bij de kopers en de verkopers weg te nemen. In de hoop dat de woningmarkt weer aantrekt. Het probleem is dat het is een vrij lastige en moeilijke markt op het ogenblik. En ja, je kunt alleen maar zien of je woning courant is op het moment dat je hem daadwerkelijk in de verkoop zet. Dus dan heb je eigenlijk het besluit om te verhuizen al genomen. Door nu op deze website te kijken kun je eigenlijk al vooraf inzicht krijgen van, nou, is mijn woning überhaupt courant en moet ik dat nou wel of moet ik dat niet doen. En je komt eigenlijk op een vrij laagdrempelige manier in contact met de makelaar. In de 2 weken dat ImmoSpot in de lucht is, hebben al heel wat andere makelaars uit Dordrecht en elders in Nederland enthousiast gereageerd op het idee van Bogeman. Binnen enkele weken wordt gekeken of de website misschien ook voor heel Nederland kan worden ingevoerd.